je moet voorstellen, Macedonië als land bestaat nog maar vanaf 1991. Waar ze wel trots op zijn, is de oude cultuur. Je moet je voorstellen, Macedonië was ook het eerste en het enigste Joegoslavische land, dus een hele republiek hè, van Joegoslavië, dat zonder oorlog ook uitgetreden is. Op het Arabier in zijn achtertuin een kuiltje graaft, vindt hij olie, bij wijze van spreken. Als een Macedoniër dat hier doet, vindt hij een oudheid, historisch iets van duizenden en duizenden jaren nog gedateerd voor het bronzen tijdperk. Macedonië is gewoon een ideale positie in dit deel van Europa. Dus noemen we de omliggende landen even. Griekenland, Kosovo, Servië, Bulgarije. Het ligt natuurlijk ideaal. Albanië, waar het aan grenst. Je ziet, Macedonië heeft natuurlijk al de rechten en nog niet de plichten van de EU. Want ze zijn al langere tijd, al zeker 7, 8 jaar, zijn ze aspirantlid. Van de Europese Unie. Dus ja, vrije handelsverkeer is er al. Ik denk dat het grootste item nu is dat ze eindelijk een compromis gaan sluiten met Griekenland over de naam. Want ja, Griekenland heeft een vetorecht. Maar als je het merendeel van de Macedoniër vraagt waar ze echt prioriteit aan stellen, is om lid te worden van de NAVO. Kijk, dan zijn de grenzen die zijn erkend. En dat zal wel worden. Kijk, Macedonië maakt nu al een deel uit van de NAVO met de vredesoperatie. Macedonische soldaat kan je ook in Afghanistan en vroeger ook in Irak vinden. Nederlander vooral is hier geliefd, vergelijkbaar met andere nationaliteiten. Ja, Nederlander heeft hier een streepje voor. Dan noem ik alleen maar het bekendste boek over Macedonië van schrijver Ade Dolaert, Bruiloft van de Zeven Zigeuners. Ja, een Nederlander heeft hier een verbintenis zitten. Als je hier Nederlander bent, dan noemen ze meteen, dan weten ze nog beter te herinneren wie in Feyenoord in 73 of in Ajax of in PSV speelt. En een goed stel ogen heeft, kan hier ontzettend veel doen. Een heel leuke anekdote was dat ik al in 88 voor Jugendtours van Amsterdam met de Nederlandse toeristen kwam te werken in Ohrid. Dat op een gegeven moment een hoofd van een agentschap, een touroperator, hier zei: weet je wat ze moeten doen, Peter? Ze moeten alle Macedoniërs moeten hier 20 jaar opsluiten. En dan de Nederlanders aan de macht laten komen. Dan laten wij iets prachtigs achter. En dat is eigenlijk wel een typisch iets wat duidelijk maakt hoeveel respect er naar de Nederlander is. Vanuit hier. Het is een heerlijke cocktail. De beste cocktail waar je in feite geen hoofdpijn van krijgt. Zou ik zeggen, want ja, je ziet hier een mengelmoes van alles bij elkaar. In dit deel, over de stenen brug, is eigenlijk de Turkse wijk waar we in zitten. Hè, van de 500 jaar dat de Turken hier waren, maar iedereen stroomt hier door elkaar heen. We'll be right back.
Transravia, oftewel Proost in Macedonisch.